Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is de tweede Pinksterdag, dus we hebben lekker een dagje met z'n tweeën nog vrij. Wat ik echt heerlijk vind, is dus gewoon lekker alleen maar een beetje aan het chillen. En ik ben nog TikToks aan het werken en zo, want ik ben helemaal into TikTok. Gisteravond hadden we nog eventjes om 2 uur 's nachts een pizza besteld en een salade. Die salade stelde echt helemaal niks voor. Er zat alleen een beetje feta in en een klein beetje ijsbergsla. Maar daar had er nog wat van over, dus heb ik lekker avocado bij gedaan en tomaatjes. En dan doe ik wat olijfolie, zout en peper op en dan ga ik dit nu lekker opeten. Als ontbijt had ik alleen koffie en een appel en dan zit een beetje mijn late lunch. Dit vind ik altijd zo grappig om aan jullie te laten zien, want ik smijt dus maar gewoon dingen op een plank. We hebben trek. De mozzarella moest vandaag op met tomaatjes, gewoon truffelolie, zout, peper in een bakje gegooid. Gyoza moest gisteren op, ook gewoon erop gegooid. Falafelballetjes, helemaal uit elkaar gevallen, moesten gisteren op, heb ik erop gegooid. Sojasaus, mango chili en een schimmelkaas waarvan ik echt niet weet of die lekker is. Hij is van de Aldi. En het ziet er niet uit, maar lekker opmaken wat je hebt en dan kun je een zonnetje opeten. Jammer. Hi, poesje. Oh, wat zie ik er lekker fresh uit. Nope. Ik ben de hele ochtend aan het editen. Ik had toch vorige week gezegd dat ik op maandag mijn hele vlog af had. Dus dit keer kon het niet op maandag, want we waren samen vrij. Dus ik bouw nu dinsdag voor 2:30 voor mijn bonusdochter thuis om het af te hebben. Maar nou, ik ben al 2 uur bezig en ik zit pas bij de donderdag. Want ik had en heel veel kookbeelden en heel veel bijlesbeelden en nagels. En het is zoveel. Dus ik ga nu gewoon even stoppen en ik ga even ontbijten. Dit is kort over 1. Dan kan ik toch ongelooflijk veel kletsen. Ik zit al op 42 minuten, hè? Dat kan echt niet. We hebben alleen maar leuke dingen gedaan het weekend. Er is geen boodschap gedaan, dus we hebben niks in huis. Dus dit is mijn ontbijt en lunch. Ja. Oh my god, kijk dit kleine schattige witte poesje hier liggen. Met dat hoofdje zo omhoog. Hi, babeje. GTS steeds er nu trouwens 3 maanden niet. Maar nu kijk ik dit dus weer eventjes. 20 minuutjes duurt zo'n aflevering, dat vind ik wel chill. Maar als ik eventjes als pauze iets wil kijken, kijk ik nu dus dit. Ik vind het gewoon heel lekker om zeg maar een goede serie te hebben voor 's avonds die je samen kan kijken. Maar ook gewoon een lekkere wegkijkserie te hebben. En dat is waarom ik eigenlijk al jaren GTS kijk. Dat is gewoon zo, je weet, 4 keer per week is het er. Kan je het lekker kijken. Daar kan je ook niet te veel van kijken. Dat vind ik ook wel zo. Jeetje, ik moet echt eventjes een beetje mezelf fatsoeneren vandaag. Ik ga zo even mijn haar wassen. Ja, Working Moms is ook heel chill daarvoor. Ik ga nog een koffietje nemen, wat ik nooit doe. Maar ik heb er gewoon heel veel zin in. En vooral omdat de avocado net niet echt als een complete lunch voelt. En ik geen zin heb om bij Flink of zo te gaan bestellen voor boodschappen. En dat vult ook best wel erg. En vind ik ook gewoon lekker. Ik neem nog even een lekker koffietje. Maar deze is bijna op en deze is dan niet koud. En dan schuimt hij echt veel minder goed. Dat is wel jammer. Onze koelkast is echt best wel sad op het moment. Ik had mezelf voorgenomen dat ik vanavond pas ging douchen. Dinsdag heb ik het altijd maar kort. Tot 3:15, 3 uur. Dan komt mijn bonusdochter. Dan heb ik alle aandacht zeg maar voor haar. En dan na het eten gaat ze weer weg. Vroeger gingen we danssporten. Maar ik hou er gewoon heel erg van om overdag te sporten. Want dan heb je het al gehad. Plus het is veel rustiger. Alleen vandaag moet ik echt werken. Dus ik dacht ik ga 's avonds sporten. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon wel. Voor zij komt even lekker naar de gym gaan. En dan 's avonds nog wat werken. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Want de tijd vliegt. En ik wil ook mijn haar wassen. Dus nou. Zo interessant voor jullie dit. Maar ik ga nu een koffietje nemen. Eventjes 10, 20 minuutjes Working Moms kijken. Haar wassen en dan zie ik het wel even. Dat is weer 2 dingen bij MyProtein besteld. Ik heb trouwens in de beschrijving een code staan. Het is geen samenwerking. Ik betaal het allemaal zelf. Maar ja, als jullie codes van mij gebruiken, krijgen jullie korting. 30% korting. En ik krijg dan ook weer een bedrag. Dus dat is super chill. Dus gebruik vooral mijn code, want dan helpen we elkaar. Ik heb dus peanut butter. Ik zal sowieso even laten weten wat ik van deze smaken vond. Het ziet er allemaal heel leuk uit. En die vorige vond ik hartstikke lekker met matcha. Er zit alleen wel veel koolhydraten, zie ik. Dus ik vind het eigenlijk zonde om dat nu te gaan eten. En dit is een apart doosje. Dit is de ander. Ik had zin in pinda, duidelijk. Maar ik neem het eigenlijk mee naar de sportschool. Net voor wat extra energie. En dan zijn koolhydraten ook wel weer fijn af en toe. Ook vooral als je gaat sporten. En soms neem ik het gewoon mee onderweg als ik geen tijd heb om eten mee te nemen of zo. Hier zit ook 21 gram koolhydraten in. Maar dit is White Chocolate Peanut Crispy. En dit is Impact. Nou, ik vind het sowieso, ik weet niet. Ik hou ervan als ik de la open trek met al het brood en zo. En dat er dan van die bars liggen. Helemaal heerlijk. Dus dan, we waren eigenlijk bijna allemaal op. Deze vind ik dus echt zo goor. Die ga ik niet eens meer eten. Deze zijn gewoon oké, maar ik ben niet zo fan van die chocolade die er altijd op zit. Die melkchocolade puur. Dus daarom heb ik dit keer dus wit genomen. Dat vind ik wel lekker. En dan maak ik even een plekje. Ha neemt ze soms ook. En dan haal ik dit er denk ik even af. Het is gewoon alsof je je eigen winkeltje hebt. I love it. Dan leg ik dat hier even in. Die
Die matcha's zijn nu dus allemaal op. Wat een zooi in deze la. Ik heb echt geen zin om dat nu op te ruimen. Kijk, dit vind ik helemaal leuk. Dat het hier zo ligt. Voilà. Oké, kerststorten. Haarwassen, check. Nieuwe geldstorten van mijn auto. Ik heb het echt in jaren niet gedaan. Rojette storten. Lekker fluit zeg. Kan je er gewoon in één keer in leggen? Volgens mij kan dat echt maar. Maximaal 200 biljetten. Oh. Huh? Oh, hij zat er gewoon niet goed erin. Het is gelukt. Ik hoopte dus dat het ene glas met witte stippen er nog was. Ik denk niemand gaat één losse kopen, maar deze weet je wel, maar ik zie hem niet. Jammer. Sad. Kijk, schutkleur. Ik denk al, niemand gaat hier één van kopen. Yay. Ik vond het toch leuker met drie. Oh, maar hij is niet zo mooi, zie ik nu. Met allemaal belletjes erin. Maar we zijn met z'n drie en er passen er drie in de kast. Ik dacht, ik koop er gewoon drie. Ik neem hem gewoon. Mijn haar is zwaar ontploft en ik heb zoveel honger. Maar oké, bijna avondeten. Even leg day knallen. Oké, mijn leg day ging super goed. En nu gaan we eten, dus even snel. Maar ik wou nog even heel snel laten zien wat ik had gescoord. Ik had weer dit kaartje bij de Zeeman gekocht. Want die is gewoon altijd heel handig en leuk en heel goedkoop. En zondag voor mij heb ik of deze. Nog één of deze. Ik kon nog niet echt kiezen. Dit heb ik gekocht voor een TikTok. Hier was ik heel erg benieuwd naar van de TK Maxx. Keto, er zitten dus wel koolhydraten in, maar hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dus dit is gebaseerd op vooral kokosmeel. Een soort havermout of zo. En dit is peanut protein. En zout die ik gewoon te mooi vond in glas met bloemetjes erdoorheen. Ik dacht, ik moet dit hebben. Kijk nou hoe pretty. Ik heb al zo'n ding, maar die is gewoon niet heel stabiel van de Hema. En deze gaat echt dicht als je hem dicht schuift. Dus ik dacht, ik koop het gewoon. Want ik wil gewoon in de auto een koffietje bijvoorbeeld mee kunnen nemen. En ik denk, ik hoop heel erg dat deze dus in het gat past van mijn beker houden. Dat weet ik niet. Maar deze blijft tenminste dicht. En ik vond hem mooi. En ik had weer zin om iets te kopen. En deze zijn niet normaal. Dit is echt zo'n pareltje die je dan scoort bij de TK Maxx. Kijk hoe leuk. 4 watermeloen onderzetters. En als laatste nog. Ik had er altijd van het Maldon zout. Nou, dit is ook een soort van dat soort zout die je tussen je vingers zo kan breken. Ik moet even snel zijn, want we moeten ze nu eten. Grijs zout. En ik heb het ook in de go-box, maar dat komt op TikTok. En dit was het. En doe even je duimpje omhoog als je dit ziet. Kijk, dit bedoelde ik dus. Ik vond het gewoon zo zonde dat er hier die nog glas stond. Plus, we zijn meestal met z'n drieën. Dus dit vind ik echt helemaal perfect zo. 4 was denk ik nog te krap geweest ook. Maar ze hadden er ook niet 4. Maar dit is toch leuk. Ik heb deze om nog een TikTok te maken waarin hij opgewarmd is. Want daar vroegen mensen om. 9 garnalen, daar had ik echt zin in. Dit is heel lekker, een soort van T-bone en kool. En ik ga een nieuwe zout testen. We hebben nog even mijn bandenspanning gedaan en bij de Lidl boodschappen gedaan. En dit is wat we hebben gekocht. Oh, ik heb echt honger, dus ik ga dit nu eten. En we hebben heerlijk teamwork, boodschap gedaan. De keuken is weer netjes, wasrek, opruimen. We zijn even bezig met de laatste dingetjes. Al deze laatste troepjes die je hier ziet. En dan lekker chillen. Het was een nuttig dagje. Nog meer honger. Yummy. Dit is trouwens nog sneller dan komkommer in plakjes snijden. Oké, ik zeg soms wat leuke series zijn, maar dit is een film die je niet moet kijken. Dakota Johnson speelt erin, dus het is echt prachtig. Wat wel, maar verder denk ik nu echt, wat heb ik gekeken? Dus geen tip. Nee, Poesie, want jij ging net weer naar de buren en een schuur. Dus je gaat even niet naar buiten. Hallo jongens. Ik ga even mijn look laten bijknippen. Want ze hadden, ik kwam bij dezelfde kapper als vorige keer. Maar die had zoveel maand of zo'n plek. Waar is nou mijn make-up tasje dan? En dan ben ik naar beneden lopen, schatje. Ik vind jou heel lief. Alleen als jij weg gaat lopen, kunnen we je niet meer buiten laten. Dus ik ga nu eventjes 10 over 11. Volgens mij moet ik nu gaan. Ja, mijn look laten bijknippen. En dan ga ik weer even naar de stad. Het is hier lekker zoetje. Allemaal campingspullen en nog steeds bier van mijn verjaardag. Leuk jij. Zo, jij hebt echt veel tattoos. Had ik vorige keer niet gezien. Wat zeg je? Veel tattoos. Ja. Wel vet. Zo heb ik lange mouwen aan, of niet? Ja, ik denk het, want ik kan me niet herinneren.
ook heel veel complimenten over gehad. Ja. Ja. Ja, ik doe nu dan, ik denk 2 keer per maand even met zilver shampoo wassen voor mijn Olaplex. Heel goed. Ja, maar de tint is ook gewoon steeds heel mooi. Ja. Je ziet wel dat je echt wat meer uitvoer gaat krijgen. Ja, daarom wil ik het wel echt weer bijwerken. Maar wanneer kwam je dan? En ik gooi hem dus bijna altijd die kant op. Maar daarin merkte ik ook van, oh, hij wordt weer te lang, weet je wel. Dat je dan zo... Hier je scheiding dan? Ja, meestal gooi ik hem zo of zelfs nog dit plukje. En daar merkte ik ook van, oh, dan wordt het zo'n lange strook. Ja. Dus dat korte vind ik wel echt chiller. Dat is wat vlotter. Even nalopen of zo. Eigenlijk hoef ik niet naar de stad, maar ik ga toch... Het is heel moeilijk om binnen te blijven met het mooie weer. Ah, dit stukje is zo lekker. Niet ik die zich omkleedt en naar de auto loopt, zodat ze daar TikToks kan gaan filmen. Jongens, ik ben echt verslaafd. Ik loop nu naar mijn auto. De auto is gewoon de spot om TikToks te maken van me. Oh my god, ik vind dit zo leuk. Ik heb 4 TikToks opgenomen, maar nu moet ik echt stoppen. Want anders heb ik gewoon op 4 TikToks dezelfde outfit aan. En dat vind ik niet echt leuk. Maar ik heb dit geproefd. Ga dus vooral naar mijn TikTok als je het allemaal wil zien. Want het is super makkelijk te bekijken. Het zijn hele korte video's. Ik heb dit geproefd. Dit. En dit. En ik wil nog wel meer proeven, maar dan moet ik eigenlijk even wat anders aantrekken. Anders is het een beetje saai. Maar ik moet ook een beetje gaan werken. Maar dit is ook... Nou, het is geen werk. Ik vind er geen geld mee. Maar oké. Okay. Nou, was ik weer heel leuk. En ik zweet me helemaal kapot in deze auto. Mijn TikTok-obsessie heeft echt mijn dag verpest eigenlijk. Want over een uur komen ze al thuis. En wilde ik ook gekookt hebben. En ik ga nu pas lunchen. Ik heb echt de meest snelle salade ever in elkaar gezet. IJsbergsla onderop. Wat vetten eroverheen kruimelen. Dit lekkere komkommertje in plakjes gesneden. Die lekkere tomaatjes van Lidl. In zijn geheel, want die zijn heerlijk om open te bijten. Olijfjes, zout, peper, olijfolie en een beetje balsamico. En echt 3 minuten en hij is klaar. Dat ga ik nu opeten. Ook gaan we soort van straks over avondeten. Maar ik moet even wat eten. En dan ga ik denk ik maar koken. En dan ga ik vanavond maar editen. Want daar ben ik niet aan toegekomen. Ik moet alleen maar TikToks maken. En alleen maar TikToks bewerken. Ja, yeah, that's me. Alright, time to cook. Ik ga curry maken. Zonder vers pakket. Dus ik heb geen idee wat ik ga doen. Maar... Let's do it. En ik ga niet te veel filmen, want ik werd helemaal gek van die beelden van vorige week. Oké, okay, let's go. Ik ben een beetje naked, maar ja, ik heb toch alleen mijn vrouwelijke volgers, dus wat boeit het. Geniet ervan, zou ik zeggen. Geniet van de boobs. Die lekker los hangen, zonder BH, in het netje. Lijkt me best grappig als ik nu zeg thumbs up voor de boobs aan al mijn vrouwelijke volgers. En ik krijg ineens vet veel likes. Oké, okay. In de zomer show ik ze gewoon altijd net wat meer eigenlijk. Want ja, het is ziek warm buiten. Wat ik trouwens echt haat, zijn dit soort vieze plastic bekers. En het drinkt zo makkelijk, maar het smaakt zo vies naar plastic. Oké, ik heb olleke, remi, zonneke, olleke, knol. Mijn haar valt meteen weer anders nu het geknipt is. Grappig, leuk. Deze kip had ik ingevroren van vorige week. We hebben een aubergine, die ook echt een week geleden al gebruikt zou moeten worden. Maar dat kan nog wel. 2 courgettes. Alles is een beetje aan zijn eind. Een currypasta voor groene curry en paprika en baksoi. Geen idee, het leek wel lekker. En 2 keer kokosmelk. Niet specifiek deze hoor, die hadden ze gewoon. En dan ga ik gewoon even alles bakken met ook een uitje en knoflook. Ja. Dus mijn veef knoflook, mijn veef ui. En ik ga nu niet filmen, want ik vind het echt zo irritant om dat te moeten bewerken. Hij is echt zacht. Nou, pasta mayonaise. Dit ga ik niet meer doen, want dat wordt te veel. En ik doe straks de currypasta erbij en ik denk 2 bouillonblokjes. Ik koop deze kokosmelk niet, want dan is het je hele gerecht vol met water. Oh my god. Het is gewoon watermelk. Nou, het ziet er echt niet lekker uit. Sorry hoor. Nu hoop ik maar dat dit een beetje gaat verdampen. Maar kijk hoeveel water. Ik moet het gewoon gaan afgieten. Nou ja. Ondertussen ga ik vast voor morgen broodtrommeldingetjes maken. Deze tomaatjes zijn dus petit sweet van Lidl. Die zijn echt, was dit? Nee, geweldig. En ik vind het leuk om de komkommer een beetje leuk te snijden. Ja, dit past. Lekker een abrikoos. Het leukste vind ik als we veel in huis hebben. Zodat ik echt lekker veel verschillende dingetjes erin kan doen. Nou, is niet altijd. Maar nu hebben we net boodschap gedaan. Eigenlijk probeer ik altijd ervoor te zorgen dat ik dan... Voor de donderdag wel lekkere groente en fruit in ieder geval in huis heb. Meestal snij ik het in de avond hoor, maar ik denk nu van ja,
kan net zo goed nu al doen. Blijft toch lekker. Ik doe altijd op de donderdag een lekker smoothietje. Of nou, nu heb ik dan zo'n bubble tea. Dat het een beetje een feestje is. Op de donderdag. Zo. Tadaan. Die stickers afhalen. Dat is ook lekker nog. Wat olijfjes. Het is maar de vraag of hij dicht gaat. Yes. Oh, het ziet er echt niet lekker uit, maar het is lekker ingedikt. Dus het is heerlijk. En we eten dan nu in plaats van rijst en ik gewoon zo. Maar het ziet er echt goed uit. Ja, het is wel echt lekker, maar het is helemaal zacht geworden. En ze eten het dan met dit bolletje. Oké, TikTok verslaafd. Ik heb niet eens film gekeken. Ik ben alleen maar TikTok bezig. Maar ik heb dus nog niet zoveel volgers. Maar mijn views gaan echt super lekker. En dit zijn allemaal heerlijke... Zo'n banaantjes. Lekkere dingen. En nu gaan we slapen. Dit was mijn laatste setje, daarom ging het zo slecht. Maar ik probeer dus nu niet meer zo naar beneden te laten vallen. Want dan heb je wel een lekker vaartje. Maar naar beneden te langzaam, zodat je ook dat traint. Zeg maar, het naar beneden gaan. In plaats van net omhoog gaan. Met zeg maar of hem dus langzaam naar beneden trekken, maar het minder vaart, dus komt hij minder makkelijk op omhoog. Dus dat doe ik soms. En soms laat ik hem wel zakken, zodat ik met het vaartje ook makkelijker weer omhoog trek. En zo wissel ik hem maar een beetje. Goeie tips. Ja. We gaan vooruit, want ik heb alles weer 2,5 zwaarder, lichter gedaan. 5 kilo trouwens, alles 5 kilo lichter. Dus dat is bij dit apparaat zeg maar zwaarder dus. En ik heb nog een Podimo app gedownload, maar het is wel 5 euro per maand. Maar denk ik, ja, ik geef wel meer geld uit dan onzin. Kan ik best wel doen wat ik wil. Ik sport zoveel lekkerder als ik geus en gehoord als ik erbij kan luisteren. En één aflevering van nog geen 30 minuten in de week, daar red ik het niet mee met 3 keer per week sporten. Dus nu kan ik lekker ook nog een Podimootje luisteren. Ik weet niet of ik hem nou al 3 keer heb gedaan, maar ik heb nu dus 5 kilo zwaarder, lichter gedaan. Maar wel maar 4... tot 6 herhalingen, dus wel minder herhalingen. En dan 3 setjes, maar ik weet niet of ik het derde al heb gehad, dus ik ga het nog een keer doen voor zekerheid. Vooral als ik het derde nog niet gehad had. Anders heb ik bonus. De binnenste doe ik sowieso 5 kilo zwaarder, lichter, zwaarder dus. Ja, ik snap wat ik bedoel. Van die andere 2, want die spier is net iets sterker ofzo. Ben ik klaar mee. Nu nog even buikspierbal, abdominal crunch en torso rotation en leg pull down. Ik wil trouwens nog iets oefenen, dat is even hangen aan die stang. Wat ik ook niet kan, maar ik wil het even proberen. Even serieus, je denkt echt, het is toch nergens
handschoen, maar ik kon eerst niet eens deze handen hangen, hè. Je moet ook echt dit bij de handen. Ik wil niet van die handschoentjes, ik wil gewoon dat mijn handen eraan wennen. Maar ik kon al langer hangen, ik maak geen grap. Ik vind het wel leuk dat ik er dus afval omdat het zo fijn is aan mijn handen en dus niet dat ik het niet meer hou. Dus dan ga ik wel iets vooruit. Ik kon letterlijk niet hangen aan de kiemenrek. Dat lukt gewoon niet, dus daar ben ik wel blij mee. Maar dit blijft. Eindelijk weer zingen. Wouldn't you think I'm the girl, girl who has everything? I wonder how a world that does such wonderful things could be bad. Nee, hoe gaat dat weer? Time to cook. Ik ga weer eerst een soort runder roerbakgerecht maken. Maar een beetje anders met een beetje improvisatie. Wat ik altijd leuk vind. Dus ik zal het weer eventjes voor jullie filmen. En ik ben een beetje moe en ingekakt. Al wacht opstaan, niet meer gewend. Ik eet nog steeds niet echt veel fruit, maar af en toe eet ik een appeltje of aardbeien. En ik wist wel dat de kroontjes gezond waren. Maar blijkbaar zit er dus net zoveel ijzer in als spinazie ofzo. Dus nu ga ik ze voortaan altijd opeten. Dus een vitaminepil. Ik ga dit bakken nu in olijfolie. Ik dacht dat moet er ook weer in die runderroerbak. En ik had het gevoel dat ik het had vergeten en nu weet ik het. Ik heb helemaal geen groente hiervoor. Nu hoop ik dat Haat even wil halen na het sporten en anders... Geen idee. Ik heb geen zin. Helaas hadden ze bij de Aldi niet meer die chillen. Kalamata olijven zonder pit, dus ik moet ze zelf inpitten. Oeh, kathaar. Nou ja, dat doe ik gewoon even open te schuren. Like this. Hier ben ik trouwens nog wat ontbijtspek aan het bakken. Geen idee, maar het leek me lekker. Kalamata olijven ontspitten is echt heel irritant. Dus. Ik hoop dat ze die binnenkort weer hebben, die olijven. Op zich is tomaten ook groente. Ik wil altijd groente. Ik zie tomaten niet als groente. Ik weet dat het groente is, maar het is groen. Ja, kan ook zonder. We'll see. Knoflook. More tomatoes. Ik ga er een half bouillon dokje bij doen. Nogmaals, ik doe maar wat. Dit is echt mega vet, dus ik haal het ergens overtollig even weg met papier. Chili. Beetje komijn. Paprika poeder, nog steeds doe ik maar wat. Had ik trouwens al gezegd dat de curry van gisteren zo lekker was. Niet normaal, het zag er echt smerig uit. We zeiden allemaal dat het eruit was goed. Maar het stond zo lang op het vuur dat die aubergine alles helemaal verpulverd was en ingetrokken. Maar de smaak was mega lekker gewoon echt. Ik ga hier nu zo even mozzarella en parmezaan op doen en dan dek ze op de pan. En dat wel lekker wordt. Ik heb er nog wat water bij gedaan, want de paprika poeder werd echt mega dik. Het is eigenlijk gewoon saus geworden. Ik denk dat ik voor haar lekker spaghetti erbij ga maken. Zo, we hadden allebei nog helemaal geen honger, dus we hebben even lekker gedoucht. En nu weer lekker trui aan, het is best wel fris. Intussen was de pasta aan het koken, dus ik hoop dat die nu perfect is. Oh, wat perfect tijdens de douche. Ik ga ook een klein beetje pasta nemen, want ik heb echt zoveel zin in. En dit ziet er hartstikke lekker uit. Ik heb nog een klein scheutje kookvocht erbij gedaan, dat is altijd goed voor de binding. Nu ziet het er gewoon zo uit na het roeren. Altijd een beetje olijfolie doorheen, dat hij lekker niet blijft plakken. En opscheppen maar. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Ik heb heel veel saus en een beetje pasta. Dan heb je toch pasta smaakje en niet te veel, maar echt zoveel zin hierin. Wij gaan deze serie nu kijken. En ik ga natuurlijk even voor jullie proeven op beeld. Ik ben echt benieuwd. Aangezien het eerst natuurlijk een roerbak gerecht werd, maar uiteindelijk ineens een pasta. En wat vinden we ervan? Mis je nou alweer? Smaak of ben ik gek? Want er zit echt belachelijk veel in. Ja, hè? Jij vindt het ook, hè? Of niet? Nee. Er zit zoveel in. Oh, mijn batterij is leeg. Oeh, dit is mijn ontbijt slash lunch. Ik heb ijsbergsla eroverheen, tomaatjes, komkommer, biefstukpuntjes, nectarine, feta, avocado, chili, zout, peper en een beetje olijfolie. Niet veel, want ik vond vorige keer dat ik te veel dressing had. Heerlijk. Nou, ik heb echt niks gevlogd, maar ik heb het badpak besteld van Monica Beachlight. Ik heb nog niet in de spiegel gekeken. Ik pak het eigenlijk meteen mijn camera, omdat ik dus denk dat hij goed zit. Maar ik wil mezelf wel niet echt in badpak op internet zetten. In ieder geval,
waar ik dus heel blij mee ben. En wat me aantrok aan het badpak is dat hij dus bij je kruisig maar niet... Sommige zijn echt gewoon dat je dat maar de helft van je VJJ bedekt. En deze zag er heel mooi uit. En dat is dus ook echt zo. Ik weet niet of die van achter mooi zit. Maar hij zit precies over die rolletjes bij je rug. Hij zit hier ook goed. En hij zit, het geeft niet echt een mooie titel of zo. Maar het zit wel goed. Dus maar ik moet even in de spiegel kijken. Maar in ieder geval de kleur is precies hetzelfde als op de foto's. Ja, het is wel €90. Maar ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik hou me gewoon als ik hem in de spiegel ook goed vind staan. Ik heb nog een goed badpak nodig. Maar ik heb het gevoel dat hij... Ja... Maar zit echt goed. Waarom hebben ze het glitter hier ook aan de binnenkant gedaan? Dan voel je het dus zitten. Ik begrijp dat niet. Waarom doen mensen dat? Alle randjes zijn zo. Dus je voelt het. Als ik een badpak zou maken, zou ik dat echt niet doen. But ook. We'll see. Ik laat het wel even weten, denk ik. Ik ben wasje aan het draaien, maar ik hou het badpak niet. Ik ben ook al bezig met de koffer pakken en zo. En ik vind dat lastig, want... heel veel dingen heb ik nog nodig. Ik ben zo dom. Ik moet het wasmiddel mee naar Zwitserland. Dus ik heb even een bak leeg gehad. En zodat ik daar pots in kon doen. En toen twee pots samen hier in één bak gedaan. Dus ik denk, dit is wit. Die moet ik niet hebben. Ik moet gekleurd. Terwijl ik een wit was aan het rijden. Het ziet er hier nu zo uit. Ja, heel leuk. Ik ben vandaag onwijs moe. Ik heb ook bijna niet gevlogd. Ik denk dat ik zo moe ben omdat ik sowieso nu voor het eerst sinds tijden 7:30 ben opgestaan. Maar ook omdat ik dus de hele dag... Ik ga deze dus terugsturen. De hele dag op mijn telefoon heb gezeten om allemaal dingen te doen. Te regelen. Ik heb in ieder geval mijn hotel geboekt. En ik weet niet eens wat ik allemaal heb gedaan. Maar allemaal van die dingen. En ik ben dus heel blij hiermee. Want hiermee kan ik als het goed is muziek luisteren. Deze doe je dus in je sigarettenaansteker. Ik laat het allemaal wel zien als ik in de auto zit, joh. Ha is nu weer naar voetbal. En ik ga de hele avond chillen. Ik heb het gevoel dat ik iets wil doen. Maar liever nu moet dan in Zwitserland. Good morning jongens. Uiteindelijk is het nu toch weer een beetje een race tegen de klok. Omdat we dus vandaag verjaardag hebben op het strand. Ik heb trouwens dit gekocht. Zero AA. Die ga ik zo even nemen. Ik heb geen tijd om nu te omweten. Ik heb wel cocktail. En ik neem deze mee. Die andere was trouwens mega lekker. Deze was ook oké. Die andere was echt als een soort van mars bijna. Maar dan niet mars. Maar zo lekker zeg maar. Ik ga nu een laatste leg day doen voor mijn vakantie. En ik moest net eventjes mijn video uploaden en thumbnail maken. Ik kwam nog aan en... sportshortjes binnen die ik had besteld. Dus die moest ik heel snel passen. Hey Poelie. Nu ga ik naar de gym en eigenlijk moet over 2 uur al naar die verjaardag. Ja, je hoeft niet precies om 2 uur te zijn natuurlijk. Het is van 2 tot 6 en daarna willen we dan ook nog met een paar mensen daar wat eten. Dus als we iets later zijn is het ook niet erg, want het wordt al best wel een lange dag. Maar ik moet natuurlijk ook nog inpakken. En er staat nog heel veel. Heel veel met de to-do-list voordat ik wegga, dus... Maar ja, ik vind altijd, ik hou niet zo van de dagen van tevoren al, want dan heb ik toch nog spullen nodig of zo. Nee, thumbnail had ik ook gisteravond kunnen doen. Maar goed, oké, ik ga. Even een lekker kort broekje van de H&M, heerlijk. Zo, deze spin is ook gezellig met me mee gefietst, zo te zien. Dit ding zat er dus tussen toen het gewicht eraf haalde. Het is heel opgemaakt. En iemand was er weer voorbij schoenen. We hebben nu Apple Watch bandjes bij de Action. Helemaal niet mooi, maar een zwarte. Lijkt gewoon precies zoals die van Apple. Oh, ik vind het wel heel mannelijk. Maar hij is wel goed. Leuk, en ik heb een screen protector gekocht. En een coolbox voor in de auto. Maar ik moet nu even snel gaan douchen. Dit is een heel chill broekje. Dit broekje heb ik dus aangedaan en die hou ik dus. Kijk, het is helemaal niet een mooi broekje die super mooi je vorm accentueert en zo. Maar het is gewoon een heel lekker dun stofje zonder zo'n dikke band, weet je wel. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Ik vind dat zo heet. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Kijk, en deze heb ik ook bij de Action gekocht. Vond ik wel mooi. Zo'n holder. Ik ben niet heel secuur met dit soort dingen. Ha, wil jij straks een screen protector op mijn telefoon doen? Jij bent daar heel goed in. We zijn op weg naar het verjaardag van mij, die 1 is voor gisteren. En ik heb dit aan. En
Dat was het. Verlecho is mijn wijntje tegenwoordig. Heerlijk hier. Ja, waarschijnlijk hebben Hill en ik een of andere unieke broer-zus-relatie. Ja, dat is echt zo. Ja, dat je hebt. Kijk hoe lekker ik heb burrata. Ja, maar wat is jij? We hebben gewoon een hele burrata bol bier. Hier. In het vegetariër ben ik eigenlijk. Oh jongens, er is wijn op mijn lievelingsjasje gekomen. Huilen. Het is 10:30, het had gelukkig mee laten thuis zijn aangezien ik nog best wel veel moet doen. Maar het was zo gezellig, echt leuk afsluiting. En dit was mijn lookje. Dit schelpentopje van Chiquelle van vorig jaar. Echt een mega sexy topje is dit. En dit broekje heb ik bij de H&M besteld. Dat ik vandaag voor het eerst aan. Hij is vrij kort. Hij is met van die knopen. Hij zit lekker nu een beetje loose, een beetje uitgelopen al. En ik had helemaal geen goede broekjes meer. Dus ik zal hier ook even een linkje van in de beschrijving zetten. Ja, deze oorbel heb ik toen bij Lovies besteld. En deze schoentjes zijn echt nog oud. Maar ja, super leuk en zomers. En ik moet nog heel veel inpakken, maar ik ga even nog even gezellig de avond afsluiten met haar. En morgen dit nog even allemaal doen. Oké jongens, een paar tranen verder. Oh, ik hou zoveel van haar. Het is heel gek om nu weer bij hem weg te gaan. Het is echt, ik heb hem één keertje een week gemist. Helemaal aan het begin toen ik naar New York ging. En toen het uit was, heb ik hem anderhalve week niet gezien. Verder zie ik hem altijd en ik ben zo graag bij hem. En ik heb heel veel zin in deze vakantie, maar ja, ik vind het heel leuk ook om te zien dat hij mij ook duidelijk gaat missen. En ik ga hem ook echt heel erg missen. Traantjes gelaten hoor, maar uiteindelijk ben ik een uur later, 50 minuten later, zo. Ik had eigenlijk een kwartier later kunnen vertrekken, maar ik was gewoon nog een beetje tijd aan het rekken en chill aan het doen. Ik had expres nog een speciaal dingetje besteld met een zuignapje voor mijn camera ook. Dus had ik een vlog in de auto, die is helaas niet bezorgd. En ik heb een kaartje op haar bed gelegd. Met, nou ja, tekst erop. En ook een aantal dingetjes die ik voor hem had gekocht nog. Wat ik leuk vond om te doen. Maar alles is te laat bezorgd, dus niks is er nog. Ik moet nu trouwens 5 uur en 19 minuten nog rijden. En ik ben super goed voorbereid. Ik heb hier een coolboxje gekocht bij de Action, elektrische. Ik heb een Bluetooth ding gekocht waardoor ik gewoon podcasts en muziek kan luisteren, kan bellen, alles in deze auto. Motorolie hebben we gecheckt, gekocht, ligt achterin voor het geval het nodig is. Koelvloeistof bijgekocht voor als het nodig is. Ruitenwisservloeistof bijgevuld. Milieuzonnesticker zit op mijn raam en vignet zit op mijn raam. Echt heerlijk om zo goed voorbereid weg te gaan. Alles is als het goed is mee en ingepakt. Ik heb deze nieuwe koffiebeker van de TK Maxx net lekker gevuld met een cappuccino. Helemaal heerlijk. Ik heb nog niks gegeten, maar ja, ik heb nog niet echt trek. Ik heb een opladertje hier, dus mijn mobiel is bevestigd. Ha, ik heb net eventjes voor mij nog een duo aansteker oplader gekocht bij de Action. Dus ik heb hier nu een kastje, ik zal het straks even allemaal laten zien. In eentje zit dus mijn muziek ding en de ander zit de coolbox. Dus ik heb lekker een coolboxje bij me die het dus doet als je auto aanstaat. Heerlijk. Helemaal goed voorbereid. En ik ben zo benieuwd hoe dit me gaat bevallen. Ik ben nog nooit in mijn eentje zo lang met de auto op reis geweest. Ik ben echt heel benieuwd. En ik kom volgens dit ding om 4:15 aan. Maar ja, ik hoef denk ik... Ja, ik zal het gewoon moeten tanken. Ik ben heel benieuwd hoe 554 kilometer te gaan. Ik heb gisteravond met haar volgetankt. We hebben zo'n gezellige avond gehad. Geweldig. Uiteindelijk gingen we trouwens heel laat slapen. Ik heb 5 uur geslapen. Ja, het was wel even heel fijn en leuk. Dat is wel waard. Ik denk dat ik vanavond op tijd slaap in het hotel. En ik ben toch alleen. En dan is het prima. Ik ben ongesteld geworden net. Dus ik heb ziek veel buikpijn. En het valt mee hoe emotioneel ik ben. Maar ik heb echt heel veel buikpijn. Maar ja, super goed voorbereid. Ik ben echt heel blij. AWB heb ik. Voor mocht er iets gebeuren. Ik heb lekker dat sportbroekje aan met mijn blouseje en sneakertjes. Lekker chill. En als het goed is heb ik alles bij me. Studieboeken, laptops. Dan ben ik helemaal goed voorbereid. De sleutels van Zwitserland. Ik ga dus naar het huis van mijn ouders. In mijn eentje. Omdat het kan nu. Ik heb geen kinderen nog zelf. En geen vaste baan. En het huis is er nu nog. Ze gaan het helaas verkopen. Dus dit is het moment om nog even te gaan. Het liefst was ik natuurlijk ook met heel gegaan. En met mijn bonusdochter erbij gezellig. Maar ik heb hier heel veel zin in. Ik hou heel erg, als je me langer volgt, weet je dat wel heel erg ook van alleen zijn. Ik kan heel goed alleen zijn. Maar ik vind het wel grappig dat, ja, bij haar ben ik gewoon heel graag. Dus ik moest echt huilen. Dan hou ik hem vast, denk ik. Ik hoor echt bij jou. En het is echt niet altijd even makkelijk geweest. Maar ik hoor echt bij hem. Oh, nu rijd ik al langs. Ik heb zoveel zin om ook te gaan eten. Ik moet straks wel even mijn make-up doen ergens. Dat wil ik misschien ook even tussendoor TikToks maken, weet je wel. Superleuk. Lekker eten proeven. Heerlijk. Ik ga even nu lekker een watertje nemen.
twee flessen water bij me. Het is toch helemaal super. Oh, het is heel lekker koud. Ik ben ook een koelbox gewend vanuit vroeger met mijn ouders. Mijn moeder had altijd een koelbox. Mijn ouders. Mijn moeder regelde dat, denk ik. Maar volgens mij hadden wij, ik weet niet of we ook zo'n elektrische hadden. Ik heb het gevuld met ijswater en ijsblokjes. Oké, ik ga nu stoppen met vloggen, want ik weet zeker dat ik veel te veel vlogmateriaal ga hebben. Oh, die bekerhouder doet het ook gewoon hier. Koffie past hier. Echt alles is perfect. Ik geniet ervan. Terwijl ik helemaal niet zo'n perfect voorbereid persoon ben, maar ik vind het helemaal heerlijk. Nou, 551 kilometer. Let's go. Volgend aan mijn moeder. We zijn natuurlijk nee. Ik ben een hond, ik ben een hamster, een konijn of een markiet. Of desnoods wel een kanarie, maar ik mag het allemaal niet. Want mijn moeder is er tegen en een paar krijgt de jeugd. Een goudvis zou wel mogen, maar dat vind ik niet leuk. Oh, de airco doet ook vet goed. Mijn broertje zeurt al weken en hij wil graag een eigen rood. Ijsje van de klas is al heel erg stil vandaag. Tjup, tjup, haar boekentas, al wat ze doet gaat heel traag. Iedereen appt me van fijne vakantie, doe voorzichtig, super lief. Mijn vriendinnen weten niet eens dat ik ga, alleen die kom. Maar ze slaat zich er wel een woord staan. Ze zien dat alles super gaat. Shup, shup. Oh, ik moet wel even flitsmeister trouwens aanzetten, want ik zag een dikke boete sowieso, hè. Ik heb natuurlijk een automaat, maar niet, ik kan niet instellen dat ik niet harder ga dan 100. Ja, ja, we zitten in Duitsland en ik ben nog niet gestopt. Ik wil in Duitsland naar een tankstation gaan om lekkere, bijzondere essen te kopen en een TikTok te maken. Nou, ik raak echt niet buiten zinnen als ik een lekker ding zie staan. Ik krijg geen vlinders in mijn buik of kriebels op mijn rug. En als een gozer mij wil hebben, dan duid ik hem terug. Uren voor de spiegel en allemaal voor het doen. Gedurende de 41 kilometer, ga rechtdoor. Wie ik in die tijd zou doen, pietersmit.com. Ik wil niet zomaar stiekem zoenen achter een of andere heg. En als iemand het me vragen zou, dan is dit wat ik zeg. Ik wil het niet, ik wil het niet, ik ben er niet aan toe. Ik voel me echt gelukkig. Ik vind het zo cool om dit in je eentje te doen. Ik denk alleen maar, ik ben echt gelukkig dat ik dit ga doen. En ik ben echt gelukkig dat als ik over 2 weken weer thuis kom, dat ik gewoon ook weer zoveel zin heb om thuis te komen bij mijn gezin. Dat vind ik echt een prachtige gedachte eigenlijk. Dat je gewoon zowel weggaan heel leuk vindt als thuis zijn heel leuk vindt. Dat is toch super? En dan denk ik echt even van, zit ik hier te rijden en denk ik, ja, ik ben echt gelukkig. Dat is wel heel erg fantastisch. Ik ben wel heel erg ongesteld, maar de zon schijnt zo perfect. Heet het hier als een soort warm kreukje. Het valt mee hoe hard iedereen rijdt hier in Duitsland. Ik ben ook echt zo blij dat ik gewoon totaal niet bang ben op de weg. Er is alleen, ja, de eerste tank over 4 kilometer. Want ik dacht, ik ga in Duitsland even stoppen. Ik ben nu 2:20 aan het rijden of zo. Ik kan nog wel, maar ik vind het wel lekker om even te stoppen. Vooral omdat ik even wil ontbijten. Het is al 1:50. Oeh, een dode das of zo. Ah, zielig. Ik rijd nu 130. Gaat goed met het autootje. Hij doet het goed. Ik ga jullie zoveel mogelijk meenemen met alles, want dat vind ik wel heel leuk. We zijn nu bij Bedburgerland West. En dat is, waar zijn we? We zijn op weg naar Koblenz, de route naar Koblenz. We zijn nu een beetje tussen Kaster en Poets. Nou, je ziet het niet echt. En ik ga eventjes even iets lekkers eten wat je niet in Nederland hebt. Ik weet nog niet wat. Lekker, even stoppen. Ik heb het helemaal goed gepland. Dat ik dus naast de DM zit bij de winkelstraat, denk ik ineens, het is zondag. En is alles dus dicht. Zo dom, dan moet ik het dus alsnog morgen doen. En dan ben ik daar dus om, nou ja, 5 uur waarschijnlijk. Nou ja, zo vroeg ben ik er ook weer niet. Alles is dicht. Stom. Waarom? Waarom is alles dicht? Ja, en hoe laat gaat het op maandag open? Zeker om 12. Oh, wel om 8. Ziek, zonde. En de Lidl? Zelfs de Lidl is dicht. Oh, wat erg. Oh my god, alles is dicht, jongens. En de Primark. Alles is dicht. Oh. Maak
Ik was hier dus al heel vaak geweest, bedacht ik me toen ik binnenliep. Ik dacht, ik ga echt een vet lekker. Ik ga trouwens mijn koolhydraatarm een beetje loslaten hier. Ik merk ook dat ik niet per se aankom als ik koolhydraten eet of afval als ik geen koolhydraten eet. Is er nou een vlek om scherm? Het gaat meer om wat je in zijn totaliteit eet. Ik wil gewoon lekker dingen kunnen proeven. Nou, hier hadden ze echt niks boeiend. Dus ik ben serieus van een Red Velvet muffin gegaan als ontbijt. Van 2,90 met Red Velvet vulling. Ik denk, ja, liever dit dan een vies broodje. En een dragon fruit smoothie. Ik dacht dat ik echt zo'n goals beker zou krijgen. Zo'n mooie doorzichtige beker. Maar het is gewoon een soort van bijna smoothie bowl dik. Even proeven. Ja, het is wel koud. Op zich wel lekker. Niet heel vullend is wat ik nu heb geboekt. Maar verder hadden ze echt alleen kant-en-klare broodjes en vieze paninis en zo. En van die kaas die helemaal hard is geworden. En een Mackie. Connected. Maar het is wel bizar. Mijn moeder zegt het ook altijd. Als je stopt, hoeveel tijd erbij komt. Maar ja, nu ik weet dat de winkels dicht zijn, boeit het me niet zo. Maar het is serieus. Ik kom nu om 4:45 aan en eerst om 4:11. Het is ineens 20 minuten langer rijden ook. Nou, dan ga ik maar rijden, jongens. Maar jullie willen natuurlijk die muffin zien, hè? Ja. Gezond ontbijtje dit. Maar hij ziet er wel heerlijk uit. Oh, hij is echt van Coffee Fellows natuurlijk. Dat is best wel yummy. Hij is ook echt rood. Ik ga hem voor jullie openbreken. Oh, kijk. Lekker. Dit is een soort van harde, ik denk glazuur. Hij is nog een beetje bevroren. Jeetje. Hij komt gewoon uit de vriezer natuurlijk. Volgens mij is het voornamelijk glazuur aan de binnenkant. Misschien een beetje cream cheese. Maar hij is wel heel lekker juicy. Oh. Bye bye. Oh my god, al 9 minuten. Finally. Het is best wel warm in de auto. Ook al heb ik airco. Maar ik hou niet van ijskoude airco. En ik ben er wel een beetje klaar met het ritje. Ik ben wel lekker 2 dagen rij. Maar ik ben zo benieuwd hoe het daar gaat zijn. Ook al is alles dicht. Oeh, wel mooi hier. Mooie huizen. Wat een lekker weer. Ik was er over 1 minuut, maar ik zag een tank. Dus ik heb meteen even volgetankt. Ik ben er over 0 minuten. En de parkeerplaats die ik had gevonden voor 12 euro voor 24 uur. En dan is het 6 minuten lopen of zo. En ik heb dan een koffertje. Connected. Super chill dit. Maar het is wel een beetje een aparte buurt. Ik zie alleen maar een soort van gang. Het is een beetje zoals de, in Amsterdam de Welmer. Een beetje gangster vibe. Ik zie ook nog helemaal geen leuke dingetjes. Ik denk dat ik nu wel eerst naar mijn hotel ga. En dan gewoon even gaan verkennen. Want ja, wat moet ik anders doen als verder alles dicht is? Ik ga niet een beetje op mijn kamer zitten. Het is super lekker weer. Dus ga ik wel op het terrasje. Oh, hier. Oh, Einfahrt. Laten we hopen dat het echt klopt ook, die prijs. Ja. Flat rate parking 12 euro's. Nou ja, flat rate parken staat er eigenlijk. Wat chill, hoe moet ik dat doen dan? Ik denk gewoon dat je dan gewoon morgen moet betalen. Oeh, ik krijg echt een pasje. Wil je? Er staat hier ook echt letterlijk niemand. Is creepy. Dat zijn alleen maar elektrische auto's. Huh? 3 meter auto? Ben ik een 3 meter auto? Ja, weet ik dit? Wat is dit voor enge donkere parking? Mijn pasje kwijtraken kost het 22. Ja, ik kan gewoon hier gaan staan. Maar ik wil niet dat mijn auto beroofd wordt. Ik vind het een beetje creepy zo in het donker. Hier staan ze goed. Hier staan ze goed. Einbahnstraße. Hier staan ze goed. Parken billiger stoofveeën. Nou, is het normaal dat er hier geen licht is? Vinden jullie dit normaal? Het is gewoon dag, hè? Het is hier pikdonker. Is het daarom goedkoop of zo? Ik kan niet eens inbreken hier, zo donker is het. Oké. Okay. Even kijken. Ik heb alle adressen al ingevoerd, ook van de DM die niet open is. Dit is dan Amalienstraße. Mijn hotel is op Karlstrasse. En dat is dan hoe lang rijden? Lopen? Als het goed is, 6 minuten. Is er licht in deze auto? Ik denk het wel. In mijn auto, vorige auto had ik dat niet. Hey. Nou, dan ben ik er dus. Ik heb nog wel wat plek in mijn koffer, dus ik ga nog even wat dingetjes in mijn koffer meenemen. Het pasje moet ik echt goed bewaren. Oké. Ik ga er gewoon hier uit. Dat is het enige wat ik mee heb. Lekker joh. There we go, an adventure. I'm taking you with me. En het is hier echt heel stil en uitgestorven vandaag. Logisch.
Ik zie al de DM daar en daarnaast zit als goed mijn hotel. Maar ik zie echt alleen maar mannen. Ik ben letterlijk nog geen één vrouw tegengekomen hier. Maar ik zie mezelf ook niet echt bijvoorbeeld bij Café Jack gaan eten of zo vanavond. Ik weet niet zo goed wat ik straks ga doen. Karl Hogeschule. Hey. Van Hannibal Lecter. Oh, hier zit een soort van fancy. Oh, dat is mijn hotel. Haha. Ben er, kijk. Daar is dus de DM. Is toch hilarisch? Wow. Die zie ik fancy. Volgens mij kan ik hier dus zelf met een QR-code inchecken. Oh my god. Kijk hoe prachtig. Geweldig. Heel mooi. Kijk, zelfs hier is het restaurant dicht op zondag. Kijk hoe cute. En je mocht ook snoepjes pakken beneden en water. Super mooi. Maar zondag is het duidelijk een dode dag. 5,16. Kost maar 75 euro, hè, deze kamer. Echt niet duur. Ja, ik heb de camera nog niet gezien. Zo grappig, want ik ben natuurlijk alleen. Maar ik denk als je vlogt, ben je nooit helemaal alleen. Oh, wat grappig. Ik had al gelezen dat het super kleine kamers zijn. Maar je hebt geen ruimte nodig verder. Wat leuk. Het is bloedheet. Oh my god. Het ruikt heel schoon. Het ziet er heel clean uit. Wat grappig dit. Moet je kijken hoe klein. Maar je hebt echt niet meer nodig in je eentje. Dit is het. Maar I love it. Hier ook al zo'n zelfgeschreven briefje. Kan je ook naar buiten? Oh my god, het is toch helemaal heerlijk. Ik zit hier gewoon bij de nooduitgang of zo. Waar zitten de andere mensen dan? Het is niet normaal heet hier. Ik weet niet. Het is 25 graden. Bizar. Wat chill. Kijk. Oeh, oh, ik vind het wel eng. Maar ben ik de enige die dit heeft? Zo ja, dan heb ik echt mazzel. Oh, ik wil eigenlijk... Oh, nu denk ik wel echt van, oh, hoe leuk was het als hij hier was. Maar oké, nu wil ik hier wel met een wijntje of zo zitten. Maar alle winkels zijn dus dicht. Dan moet ik naar een tankstation weer. Superleuk. Nou, vanavond koelt het wel af, joh. Is het alcohol? Ja, dit is toch heel leuk. Oh my god, ik vind het helemaal toppie hier. Helemaal leuk. Of ik kan hier gewoon lekker mijn eentje lekker eten bestellen. Lekker gaan chillen. Wat hebben we hier? Oeh, ik moet echt mijn blouse strijken. Bed is echt geweldig voor één persoon. Heerlijke maat. 1,60 volgens mij. Heerlijk hier je douche. Ik ben heel benieuwd hoe die tweepersoonskamer dan is. Toilet. Nou, moe ik. Wat leuk. Ja, het is binnen dus... Het enige is dat het hier nu echt bloed heet is. Maar dat komt wel goed. We hadden gewoon die gordijnen dicht moeten laten. Maar dit is echt heel leuk. Heel cute. Ik ben hier heel blij mee. Ik heb dus gewoon via de site zelf geboekt. En toen was het 75 euro. Via Booking of zo was het... Expedia was het goedkoopste. Er was het volgens mij 80. Maar ik ben helemaal tevreden. Oh, airco die ook nog vet goed werkt. Helemaal top. Dit is een 10 denk ik wel. Ik ga denk ik heel eventjes lekker opfrissen een beetje. En dan even naar buiten weer. Eventjes heerlijk gedoucht. En heb TikTok gemaakt. TikTok geplaatst. Ik wil eigenlijk heel even nog mijn tanden poetsen. En dan ga ik lekker. Ik doe geen make-up. Ja, ik had nog een beetje mascara op. Maar ik doe geen make-up op verder. Oké, tanden poetsen. En dan zie ik wel waar ik naartoe ga. Het is toch hartstikke gezellig overal. Ik zoek alleen een terrasje in de zon. Maar ik denk... Dat ik die niet meer ga vinden. Maar het is hartstikke levendig hier. Leuk. Ik ben helemaal blij. Leuk. Ja, het is mega gezellig. Ik had bij de Pizza Hut een plekje gespot, maar daar wil ik niet. Maar hier is ook nog zon. Echt leuk, joh. Oké, ik zit hier. Het zit niet het meest comfortabel, maar je zit wel nog echt vol in de zon. Dus ik ga hier lekker deze cocktail bestellen. Ik ga hier niet eten. Het is allemaal burgers en zo, maar... Oh, ik vind het helemaal leuk, jongens. Oh, het ziet er echt super lekker uit. Dit maakt het nog meer awkward, maar oké. Mmm, verse sinaasappelsap. Super lekker. Misschien ga ik hier ook wel gewoon eten. Dit lijkt me heel lekker met vegetables en mushrooms. Maar dit ook met chicken breast en avocado. En dit ook met geitenkaas. Ik heb wel zin in wat groente eigenlijk. Maar ik denk dat ik hiervoor ga. Ik heb liever wat granen erin dan... Met brood. Lekker joh. Oh my god. Ten eerste, iedereen is ziek aardig als je alleen gaat eten of zo. En ten tweede, hoe geweldig ziet dit eruit? Niet normaal. Lekker. Ik heb de sausjes apart. Die cocktail is geweldig. Wauw. Misschien denken ze wel dat ik een recensent ben of zo. Omdat ik alleen ben en vlog. Dat vind ik lekker. Mmm. Ik heb truffel. En parmezaan. Hoe lekker. Mm. Oh my god, die truffel is zo lekker. En ik heb ook nog brood.
Dit is fantastisch. Kijk dan. Waar krijg je dit nou in Nederland? Voor 13 euro of zo. Nou, hier ga ik morgen dan dus weer naartoe. Het is echt TK Maxx. Oh my god, TK Maxx in het buitenland. Daar hebben ze hele andere... Oh, hier ga ik morgen echt weer heen. Ik heb wel fooi gegeven, want het was echt top. Kijk, en ik had er geitenkaas bij en dat was maar 1 euro extra. Ik vond het echt niet duur. Cocktail trouwens ook niet, want hij was helemaal vers gemaakt en heerlijk. Ik ben helemaal happy de peppy. Ik zit al vol, maar als er zo'n lange rij staat, moet ik natuurlijk ook een ijsje hier halen. Suikerwater. Oké, lieve mensen. Dan kreeg ik die weekvloggen hierbij afgesloten. Volgende vloggen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik doe even die Clay & Glow dagcreme nu op. Die gebruik ik nu steeds. Die vind ik wel heel chill. Omdat die lekker ruikt. Heel dun is. Licht. En heel zacht. Ik ben lekker aan het klaarmaken om weg te gaan. Maar dat zien jullie in de volgende vlog. Oké, nou bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Een reactie achter te laten. Ik krijg de laatste tijd weer wat meer reacties. Heb ik te weten. Daar ben ik heel blij mee. Ik kreeg ook een melding dat dan de weergave weer... Dat je zeg maar weer meer in het overzicht komt. Want als jullie reageren, dan denkt YouTube, hey, dat is een leuke vlog. Dus bedankt daarvoor. Vergeet me dus niet te volgen op TikTok. Ik maak echt letterlijk elke dag TikTok. Ik ben heel gemotiveerd. Ik weet niet voor hoe lang, maar voorlopig nog wel eventjes. En vergeet me niet op Instagram te volgen. En dan zie ik jullie daar en bij de volgende vlog.